We gaan nu snel boterham opeten en jij gaat samen met Sam. Met ik ga Sam, niet mee. Samen met Sam. Hoe heet je ook weer? Jesse. En jij gaat samen met die jongen daar, ik weet niet hoe die heet. Sam, kijk eens, waarom ben je nou boos? Vertel eens. Nee, vertel het eens. Kijk, ik laat het wel even zien. Ja, wat is er aan de hand? Waarom is Sam boos? Ik heb in totaal 13 auto's, Sam 2. Oké, en hoe kom je aan 13 auto's en Sam 2 dan? Want die heb ik van de kerstman gekregen. Oké. Deze wil ik in het echt hebben. Deze gouden is voor Jesse. Maar ja, dus Sam heet er inderdaad maar 2. Kijk, en hij kijkt ook echt heel boos. En Sam krijgt nog 1 auto van mij. En kijk nog een auto voor jou, dat vind ik echt heel lief van je. Deze. Die krijgt hij voor jou. Ah, dat vind ik lief van je. Sam, ik weet waar je deze kan kopen. Deze? Maar ik wil die gouden ook hebben. Wat wil je? Die gouden ook hebben? Ja, die zit er volgens mij ook bij. Gaan we dan deze nou voor Sam kopen? Nou, ik heb een idee. Sam, je wilt toch heel graag een keer alleen naar de speelgoedwinkel? Kom maar. Ga even hier zitten, want... Oh. Ik heb een leuk idee. Jij wou toch een keer graag alleen boodschappen doen? Ja. Alleen naar de speelgoedwinkel? Nee. Wou je niet alleen naar de speelgoedwinkel? Ook naar de speelgoedwinkel, ook naar... Je wil gaan naar de speelgoedwinkel en gaat naar de eetwinkel. Zullen we dan voor vandaag naar de speelgoedwinkel gaan? Jij alleen? En dan ga jij zo'n doos voor jezelf halen met 10 autootjes. Zit geen goud erbij? Waarschijnlijk. Maar wel 10 andere mooie auto's. We gaan nu snel boterham opeten en jij gaat samen met Sam. Ik ga niet mee. Samen met Sam. Hoe heet je ook weer? Jesse. En jij gaat samen met die jongen daar, ik weet niet hoe die heet. Jesse. Naar de Intertoys en dan gaan jullie zo'n doos zoeken. Hey Sam, ben je alweer wat vrolijker? Nee. Ga jij dus zo direct samen met Jesse naar de speelgoedwinkel? Ja. Mogen jullie maar alleen gaan? Kijken jullie even wat? Krijgen jullie centjes mee? En dan mogen jullie één zo'n set halen? Dat is set voor mij alleen. Ga jij samen voor je setjes altijd? Ik doe het spelletje raden. Het is dik en het is heel zwaar. Dik wik. Ga je niet mee in dit, hè? Toch niet papa, of wel? Ja! Wat? Wat zeg je dan? Papa! Dus vertel eens, welke auto van al die auto's vind je het vetst? Die gouden, denk ik. Maar welke is het snelst? Dit is het allersnelst. Oh, die is ook echt het snelst, die gouden? Ja. Oké, Sam, even boterham opeten en dan. En jij krijgt centjes mee. En wat gaan jij en Jesse dan doen? Pak de fiets. Speelgoedwinkel. En speelgoedwinkel. En je pakt fiets, dan speelgoedwinkel. Ja. Dan weer naar huis. Dan weer naar huis. Oké. Dan weer naar huis. Ja? Vergeet je niet wat? Je gaat naar de speelgoedwinkel en dan ga je weer naar huis. Vergeet je niet wat dan? We gaan door eerst kogelsessie. Ja. Oké, ik ga even een fiets pakken. Zoals jullie hebben gezien, Sam is heel boos omdat hij geen autootjes had. En Jesse wel. Dus hij mag nu auto's gaan halen. Hij gaat samen met Jesse gaat die boodschappen doen. Ik ga er wel achteraan, want ik vind het een beetje gevaarlijk om ze helemaal alleen naar het dorp toe te laten gaan. Dus ik ga even schoenen aandoen en daar gaan we. Even de fiets uit de schuur halen. Ik ben benieuwd. Oké, ik zie dat Sam's standaard helemaal los hangt. Dus ga ik eerst even maken. Want anders dan... Zul je zien dat die standaard straks door de muur heen komt of wat dan ook? En dat moet ik niet hebben. Ik vergeet gewoon dat ik mijn eigen fiets moet pakken. Het probleem is, mijn fiets die staat hier. Tussen al deze rotzooi. Dan zie je gelijk hoe vaak wij fietsen. Ik ga even proberen de fiets eruit te halen en dan zie ik jullie zo.
Zo vaak gebruiken wij de fietsers dat ik nou de ballen moet oppoppen. Ik denk dat we die fiets nou 4 jaar hebben. En volgens mij 3 keer meer fiets. Een half uur verder, maar we zijn eindelijk klaar dat we kunnen gaan. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, dus jij gaat nu samen met Jesse naar de speelgoedwinkel. En die zegt het van mij alleen. High five. Yeah, high five. Ja. Sam, ik heb hier voor jou. Ja. 20 euro. Met 10 en 10. Ja, 10 en 10. Hoeveel is dat samen? 20. Hij zegt wat rekenen. Die auto is 15 euro. Luister goed, Jesse. 15 euro. Hoeveel centjes krijg je dan nog terug? 15. Het kost 15 euro. Je hebt 20 euro. Hoeveel zeg jij? 5. Heel goed. 5. Dus, 5. 5. Ja. Dus je betaalt dit. En je krijgt een briefje van 5 terug. Ja? Zijn we er klaar voor? Yeah. Ja? Zijn we er klaar voor, Jesse? Ja. Yeah. Yeah. Kom. Even de jas aan. En abonnees. Abonneren. Ja, papa. Ja. Hier, ben je klaar voor? Let jij goed op je kleine broertje. Ik ga wel even voor. Ja, doe die even opbergen ergens in je zak. Hebben jullie nepgeld? Nee, dit is echt geld. Maar hebben jullie ook nepgeld van heel erg in hoeveel... Nee. Ja. Zijn jullie helemaal klaar? Heb je laars aangetrokken? Hier ben ik een boerenpummel ook, ja? Of je een beetje goed zat. Nee. Yes. Oké, okay, let's go. Hey, succes hè. Dus je legt ze allemaal hier op de grond. Maar papa. Ja, geen gouden, nee, dat niet. Dat is stom. Maar die kans is ook heel groot dat er geen gouden bij zat. Maar je hebt wel weer hele andere dan Jesse natuurlijk. Dat ja, was die is wel ophouden, hè? Ja, die is mooi, ja. Ja, dat wel. Doe deze, hier keivet. Is die banden. Gouden bus. Gouden bus. Kan wat weer. Wat zien? Gouden bus. Ja? Kijk hè? Dus jij wil liever? Huh? Ja, hij is wel heel vet hoor. Je hebt gewoon een gouden bus dan. Wat is het nou? Kijk! Sam is die achter zo'n raketten. Zo! Ik raket? Een raketbus. Die wil ook. Kies maar nog eentje uit. Hey joh, hallo. Mag wel hoor. Van jou. Waar ben je, Sinterklaas? Ik zou zo graag die gouden. Ja. Ik vind wel dat je nog eentje mag kiezen hoor. Nog een kleintje mag kiezen. Huh? Ja, vind jij dat? Sorry. Oh, maar ik vind ook nog één. Ik vind ook wel mooi. Ah, oké. Okay. Allebei mogen jullie nog één autootje erbij doen. Ik wil zo graag kiezen. Kiki. Die is niet. Die is ook vet. Ja, zijn volgens mij. Ja, dan moet je het wel weer gaan gooien. Papa. Ja. Je moet het niet meer gooien. Maar papa. Ja, jongen. Kan je nou deze kiezen of deze? Ik kan niet allebei. Maar papa. Ja, jongen. Nee, wel stuk. Hoezo is die stuk? Kajam, Basie. Wat heb je weer vasthouden? Pa, ja? Hier? Hier? Ja. Hier.
film hebben. Maar papa. Ja. Jij zijn volkje wel. Ja. Kijken, dus Sam, jij moet nu gewoon kiezen. Of neem je heel veel autootjes. Of neem je één auto. Ik moet deze. We hebben hier een autootje. Luister, vriend. Je mag of deze twee hebben. Of je mag een hele set hebben. Of je mag met die gouden bus met die vrachtwagen hebben. Kijk, met deze Sam heb je ook gewoon meerdere autootjes om mee te spelen. Ik wil deze twee, deze en die. Nee, je bent aan het onderhandelen, je vriend. Sam, ik zou deze kiezen als ik jou was. Dan heb je gewoon net zoveel autootjes als Jesse. En heb je meer racewagens als mij. Ja, want kijk eens, jij hebt die hele stoere groene die hier zit. Die kanon! Oh, dat is die kanon. Die is vet. Doe je die? Yes. Jij hebt deze gekozen, die ik echt... Heel vet. En ik vind vooral die vet en die vet. Jesse, welke heb jij gekozen? Ik heb maar eentje. Ik heb al een hele doos. Ja, inderdaad. Doe jij betalen, Sam? Goed, gaan we naar de kassa? Hé, hey, helemaal zelf afrekenen, hè? Ben je eentje kwijt? Oh, ik schrok al. Ja? Ja, zeg je dankjewel? Dankjewel. Hey, dankjewel, doei. 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 Oh, mama, wat is dit? Nou. In je mandje. Pas op. Snelste? Ja. Echt waar? Ja. Wow. Kijk, ik laat het even zien. Zijn blij? Yay! Zal ik even meer helpen met het openmaken? Ja, je mag je niet openmaken, hè? Pas mijn kerst maken die open. Ik heb mijn motor open. Oh, had jij ook nog iets? Ja, kom dan. Kijk. Zo. Die is ook snel. Pak ze maar uit. Mag je jou ook een keertje uitproberen? Ja. Oh. Ik help alleen. Ja. Zo. Wow, Sam. Eén. Ja. Twee. Zo. Is dit die voor jou? Ja. Wat cute. Zo. Misschien heeft hij ook uitlaters die je kan zien. Ja, kijk. Wat cute. Voorzichtig. Oh, die centjes? Nou, dan gaan we het krijgen. Dit is helemaal niks voor jou. Geef. Ja, jij bent ook voor jou, Jesse, alleen. Wat zeg je allemaal? Jij bent ook voor Jesse voor Fokje, maar we weten niet voor Jesse alleen. Hoe kom je daar dan weer bij? Ja, eigenlijk is het wel gewoon zo gebeurd. Geef. Maar je hebt het dan wel gedaan. Hé, hey, luister eens, vriend. Jij krijgt net voor 15 euro een autootjes. Mag ik de rest van mijn geld terug? Hé, hey, wat vet, nu hebben jullie keiveel auto's. Dit blijft de dikste, deze.